De marine heeft een nieuwe commandant. Op 2 september heeft majoor Johnny Ebisil Jodi het roer overgenomen van luitenant-kolonel Franklin Blokland, die met verlof is aansluitend op zijn pensioen. Bij de overdracht kreeg Ebisil Jodi de opdracht de marine klaar te stomen in verband met een aantal verhoogde activiteiten in ons maritiem domein tot 2025. De commando-overdracht vond plaats op de marinebasis te Boksel. Suriname is een spoedpost voor huisartsenrijken. Per 1 september is de polykliniek voor het bieden van acute huisartsenzorg geopend aan de Limesgracht. Van maandag tot en met vrijdag is er spreekuur van 8 uur 's avonds tot middernacht, waarbij er 100 SRD voor de drempelkosten moet worden betaald. Het spreekuur is voor alle verzekerden, zowel Surfam als SZF. In Groot Paramaribo en Kommerwijnen komen er meer huisartsen spoedposten, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. In het zuidwesten van het district Sipaliwini vond op 31 augustus de pre-opening plaats van een lagere school. De school ligt in het dorp Amatopo van de inheemse trio-gemeenschap en is door de Stichting Groene Groei en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opgezet. Kinderen uit het dorp zullen vanaf oktober onderwijs kunnen genieten op de OS Amatopo, die bestaat uit 4 lokalen, een kantoor, magazijn en toiletgroep. Voor het eerste schooljaar staan er 29 leerlingen ingeschreven.